Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David. We zijn aangekomen bij de 5e mini-uitbreiding van Carcassonne, de tovenaar en de heks. En je ziet hem hier al liggen. De grote paarse is de tovenaar en de kleine oranje is de heks. En de tovenaar gaat je bonuspunten geven, terwijl de heks je punten kost. Ook in dit doosje weer 8 tegels waaraan je aan de symbolen kan herkennen dat ze bij deze uitbreiding horen. En we gaan maar eens even kijken wat de tegel doen. En die werking is eigenlijk heel simpel. Je legt de twee speelstukken apart naast het spel. Die gebruik je pas zodra de tegels beschikbaar komen. En die tegels van de uitbreiding schud je gewoon door de grote trekstapel heen. Trek je een tegel waarop het symbool van de tovenaar en de heks staat, dan leg je deze eerst nog gewoon aan. Stel dat blauw deze tegel trekt. Die legt hem aan. Alleen nu voordat je verder iets gaat doen, ben je verplicht of de heks of de tovenaar in te zetten. En deze heks of tovenaar mag je maar op twee plekken neerzetten. Dat is of een weg die nog niet af is, of een stad die nog niet af is. En dan kan je twee dingen doen. Als je zelf met een weg of een stad bezig bent, kan je zorgen dat je extra punten gaat krijgen. Want op het moment dat jij de tovenaar in een niet afgebouwde stad staat en de stad wordt afgebouwd, krijg je 1 punt extra voor elke tegel waaruit de stad bestaat. Dus wordt deze stad later in het spel afgebouwd, dan zou je normaal gesproken 2, 4, 6 en een schildjes 8 punten krijgen. Maar omdat de tovenaar erin staat en de stad bestaat uit 3 tegels, krijg je 3 bonuspunten, dus is die 11 punten waard. Wil je nou je tegenstander pesten, dan zet je de heks in. En de heks zet je dan bijvoorbeeld hier bij rood op de weg. En de heks halveert het aantal punten wat je krijgt na de telling. Dus stel deze weg komt af, dan zou rood normaal gesproken 1, 2, 3 punten krijgen. Maar omdat de heks erop staat, krijg je maar de helft van de punten. Gelukkig mag je ze naar boven afronden. Dus 3 gedeeld 2 kom je op 1,5. In dit geval zou rood dan 2 punten krijgen in plaats van 3. Maar je begrijpt, als je een grote stad aan het bouwen bent en je krijgt 20 punten en je hebt die heks erin staan, dan ben je minder blij, want dat kost je dan gelijk 10 punten. Als je de tegel hebt aangelegd, mag je natuurlijk nog gewoon een miepel erop zetten. Maar het is dus belangrijk dat je eerst de tegel aanlegt, want de tovenaar en de heks mogen niet op een project dat al af is. Dus als je deze tegel neerlegt, kan je niet daarna nog de tovenaar erop zetten, omdat het project nu af is. Dus je kan deze hier niet meer kwijt. De tovenaar en de heks mogen ook nooit bij elkaar samen in één project staan. Dat gaat niet. Mocht het door het leggen van tegels zo gebeuren dat ze bij elkaar in een vak komen, dus bijvoorbeeld je bent een grote stad bezig en iemand komt erbij en daardoor komen ook de heks en de tovenaar samen. Op het moment dat deze samenkomen, moet je een van de twee speelstukken moet je ergens anders neer gaan zetten. Zijn er stukken ingezet, maar is het niet mogelijk om de tovenaar of de heks te plaatsen of te verplaatsen als je zo'n tegel trekt, dan moet je een van de speelstukken terug van het speelbord nemen en weer naast het speelveld zetten. En zo gaat dus de mini-uitbreiding Tovenaar en de Heks. De tovenaar geeft je extra punten voor elke tegel waaruit je stad of straat bestaat op het moment dat die af is. Of je kan je tegenstander gaan pesten door de heks in de stad of straat te zetten waar je tegenstander mee bezig is. En die halveert de punten bij de eindtelling. En ook bij de eindtelling, dus als we de niet afgebouwde steden en wegen gaan tellen, doen de tovenaar en de heks ook gewoon hun ding. Mocht je nog vragen hebben over deze mini-uitbreiding of een van de andere mini-uitbreidingen, stel ze dan gerust hieronder in de comments of stuur even een mailtje naar despellenreporter@gmail.com. We zijn ook te vinden op Facebook en Twitter op De Spellenreporter. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer!